dit gaat niet helemaal goed, want Sam wordt letterlijk nu opgepakt. Wat de hel is dit, jongens? Dit kan toch alleen maar in Amerika? Ja. Oh, oh, je telefoon! Je telefoon! Ik moet een piercing nemen en het doet geen pijn. Ja. Good morning! Oh my god, ik ben met deze knapperd. En wij gaan iets leuks doen. Dat is namelijk dit. Dat wij fucking in New York zijn! Ik ben met alle influencers hier al. Zelfs de broers. En ik wou niemand tot last zijn met van dat stomme influencer gedoe dat je dan een kwartier lang beelden laat zien van het vliegtuig. Dit, zeg maar. Nee, tussendoor. Je snapt dat toch ook wel? Het is hier dus 6 uur eerder. Holy knijter. Het voelt alsof het een soort van 5 uur is hier, terwijl het 1:30 is. Met een flinke kater. Waar ga ik heen? Nou. Dit ga ik toch niet geloven. In Antwerpen kwam ik ook al niet uit de lift. Hallo. 1 tel voor dit uitzicht. Ik had popcorn al opengehaald. Oh, ja. Meteen. Sam zat ook al meteen bij dat eten. Echt? Ja. Oh mijn god. What the fuck? Ik kan niet beseffen dat we hier zijn. Ik kan het gewoon niet beseffen. Ja, ik kijk net echt helemaal eenzaam met popcorn. Naar het alsof je in een film zit. Appel perfecte film dit. Ik heb bij die mannen al de badkamer gezien en die was echt zo cute. Ja, we hebben precies dezelfde kamer. Kijk hoe cute het is. Ja, ik word hier dan weer helemaal wild van. Vooral dit soort tegeltjes. Wow. We staan er hoor. Helemaal ready, steady, go. You too, hè? Wij gaan deze vakantie gewoon een beetje fashion twinnen, denk ik. Jij hebt ook, ik heb ook een bruine jas en groen. Ja. En het haar hetzelfde. En het haar ook hetzelfde. Oh my god. Ja, ik heb UX en ik had dat nooit. Ik vond het verschrikkelijk eigenlijk. En vroeger kon ik dat echt niet betalen om UX te gaan kopen. En iedereen, voor pantoffels ga je toch niet zoveel geld uitgeven? Nou ja, nu heb ik echt €80 meer betaald van wat mensen normaal ervoor betalen. Pa, dit gaat niet helemaal goed, want Sam wordt letterlijk nu opgepakt. Ah, moest je ook steeds dit kan je gewoon niet naar je vader sturen. Jouw vader krijgt nu een hartverzakking en denkt dat jij in de bak zit in fucking New York. Ik ben echt aan de hangen, volle gewicht. Ja, tuurlijk, hallo. 180 kilo. Wacht even. Ja. Dit is de mooiste plek ever waar ik een bagel heb gegeten. Ik heb trouwens nog nooit een bagel in mijn leven op. Serieus? Nee. Wat? Ja. Dit wordt... Oh, ik heb niet eens een bagel besteld. Nou. Nou, even. Hoe cozy is dit? Ja. Even skibbelen. Wat nou? Ik heb nul jetlag. Holy knijter. Er komt geen zinnig woord uit. En ik weet niet of dat al eerder is gebeurd. Ik denk het wel. Maar oké, nu al helemaal. Good morning. Good morning. Moeken Betsy. Het is 4 uur ochtend. Het is 4 uur ochtend. Wij werden vannacht beide om 2 uur of zo wakker van, we're ready. It's 8 o'clock. We're ready. We're ready for the day. Morning grind. Early bird gets to worm. Morning grind never stopped. Ja. Goed verhaal. En het is nu 4:20 en wij zo, oké, let's go work in the lobby. Let's go. Maar eerst heb je dit uitzicht. We kunnen gewoon nu... Nou, nu zie je er geen kut van. Nou, leuk. Holy fuck. Goedemorgen. Het is 6:30 of zo en de muziek staat hier alsof het zaterdagavond is. Fucking hard. Doef, doef, doef. Oké. Okay. Oh, wat een leuk interieur hier, zeg. I can't. Oh, Frozen, heb jij Elsa meegenomen, meisje? Dit is jouw werktas, hè? Dit is jouw werktas. Geweldig. Gisteren zaten we ook aan dit kampvuurtje. Het is zo lekker warm, hè? En eindelijk staat die muziek niet op standje gehoorbeschadiging. Oh mijn god. Het voelt nog steeds alsof ik brak ben. Ik heb nog nooit zo'n lange kater gehad zonder alcohol. We moeten de hele dag nog. En het is fucking 7 uur 's ochtends. Het voelt voor mij nu alweer alsof het 5 uur 's middags is. Kijk, ons eerste eekhoorntje. Zo cute. Geweldig. De vorige hondenkraam had alleen maar ijs. In fucking december. Poging 2. Nou, dit is echt zo goor. Ja? Waarom zeg je dat het lekker is? Wordt het niet zo? Ja, maar mijn standaard is niet zo... niet zo. Nou, ik vond het echt goor. Maar die van jou is ook niet lekker. Super droog. Mag ik een hapje proeven? Ja, maar lekker. Het is niet vies. Niet heel lekker, die van Albert Heijn zijn beter. Nee. Nou, deze vind ik wel lekker. Ja? Ja, lekker? Teringshout. Ja. Dank je. Can I pay with card? Oh, no. Ja, ik ben niet tevreden. Wat de hel is dit, jongens? Dit kan toch alleen maar in Amerika? Beautiful zone. Oh my
gespaargeld. Jij mag hier niet lopen. Deze is speciaal voor mama. Die had het alleen maar over deze kerstboom. Nou mam, ik heb weer naar huis. Ik heb het gezien hoor, de kerstboom. Prachtig. Ah, oh, dit is echt niet normaal. Als je dit ziet, heb je dan hoogtevrees? Ja. Ja? We staan op fucking 300 meter hoogte. Ik heb hoogtevrees op een stoep. Op de stoep. Nou, je kan ook ergens een aansteller. Jij bent een aansteller. Rijk, heb je over dit gebouw nog een feitje? Ik heb over... kijk daar. Ja? Chrysler Building. Dit is zo lijf. Oh, je telefoon. Je telefoon. Wat doe jij? Sam, zou je om zulke dingen huilen? Nee. Nee? Echt niet? Nee. Waar huil je dan wel om? Oké. Je moet gewoon 3 uur in de rij gaan staan. Ja, holy knijter. Nou, dit slaat... Nee. Oké, nou ja. Gelukkig hebben we het gezellig met elkaar, hè? Wel een zwoele stem heeft hij, hè? Hele zwoele stem. Zwoele stem heeft hij, hè? Hè? Je doet er ook een... Hè? Goed verhaal. Nee, maar even zonder doelen, ook al had hij een hele zwoele stem. Dit was wel heel bijzonder. Ik ben trouwens in de wc. Ik had even geen plekje, maar er is heel veel geluid daar. Hier ook. Oké, dit was heel bijzonder. Hier een paar mooie beelden. Met een lekker muziekje eronder, want we blijven influencers en vloggers. Hè? Een stukje tintenhoog. Oh mijn god, let me do it. Ah. Ik ga deze hand nooit meer wassen. We zitten bij een lunchplekje, wat ik dan via Urban Journalist app. Dat is echt een top app. Dit is het plekje. Ja, ik ben niet snel tevreden, maar ik vind het echt heel top. Heb ik goed gedaan, hè? Ja, heeft heel goed gedaan. Dit heeft Jada mij geleerd. Want ik kon het eigenlijk, ik vond het eigenlijk best wel moeilijk om dingen uit te zoeken, maar het is zo zonde van je tijd als je ergens gewoon morgen gaat zitten. Ja, dat is sowieso je altijd opzoeken. Ja. Oh Rijk, wat ga je nu doen? Je moet een piercing nemen en het doet geen pijn. Ja. Wat? Pijn? Nee, het doet geen pijn. Nee. Dit doet nul pijn. Hij zegt net tegen mij dat het geen pijn doet. Dat was hem. Nee ja, maar dat is niet hetzelfde als dit ik heb gedaan. Ik heb het in mijn kraakbeen. Ja, zie je? Deze piercing wou ik al zo lang. Nice. Super cute. Jongens, even een reactie. Ja, dat hebben jullie natuurlijk nog niet gezien. Wow. Oké, ik ga jou spray tennen. Casper's pookje. Ga dat filmen? Tuurlijk. What? Ik heb namelijk deze ten Revel. En dan spray je hem gewoon. Dat is echt ideaal. En ik heb Sam dus een keertje spray ten gegeven. Wat hij altijd gebruikt. What the? You okay? Dit gaat niet goed hoor. Geweldig! Ja, ik zie wel een beetje schil. Ja. En het gaat dit ook weer zo helemaal inwerken? Ja, ja, ja. En dan word ik vanavond Trump genoemd. Ja, nee, ja. Daar gaan we voor. Nee, maar dit is echt, het ziet al gezonder uit. Ja? Maar nu dus niet op je hoofd gaan zitten, hè? Nee, was het maar zo. Dat op mijn hoofd zitten. Peggy 18. Look at you. You look stunning as fuck. Anyway, de mannen zitten al. Deze vrouwen zijn natuurlijk nog niet klaar. We hebben een skim shirtje aan. Ik heb dit topje van jou geleend. Weet je waarvan dit is? Van Other Stories. Other Stories, oké. Okay. Schoentjes, Monkey. Ik krijg hier zo vaak de vragen over. Deze loopt echt lekker. Wat mij net is overkomen, dat is zo erg. En ik ga het straks hun vertellen. Dit is echt het meest schaamtevolle moment ever. En ik was helemaal in paniek. I'm shaking about this. Oh my god. En ik moet over een kwartier weg. Vanochtend, ik stond lekker te douchen. Dit is zo beschamend, maar oké. Ik stond lekker te douchen. Normaal doe ik dit niet, maar ik moest kakken. Ja, dat doe je normaal altijd. Doe je normaal niet. Doe je dat niet. Normaal we poepen niet, maar doe eens gek. Dit is zo onzin nu al. Dus ik zat te douchen en ik dacht, nou, weet je, alles tegelijk. Kan gewoon. Ik spoel door.
spoelt niet door. Ik dacht, nou, nog een keertje. Spoelt ook niet door. Nee. Tot die rand gevuld is en ik denk, nee. Nee. Hoe krijg ik dit weg? Nee, was dat dat water? Nee. Oh. Dat was omdat ik naakt, rennend, door die hele kamer rende. Want ik dacht, wat moet ik nu doen? Plastic zak. Je hebt niet kak opgeschept. Wat moest ik doen? Je hebt niet kak lopen opgeschept vanochtend. Wat moest ik doen? Doe niet zoveel met die handen waaien dan. Luister. Oh, ik vind het zo erg ook. Ik denk, dit moet sowieso. Als ik hier iemand op deze kamer laat komen, moet er sowieso geen kak in deze wc zitten. Dat gaat niet gebeuren. Dus ik kom op een plastic zak. Ik heb het opgelost. Toen speelde die nog steeds niet door. Toen dacht ik, hij zit verstopt ergens. Dus heb ik een flesje gevangen. Nee. Ja, ik moest iets regelen. Jij bent gewoon een hele ochtend bezig geweest met kak op. Tijdens het douchen. En toen moesten we ook nog een kwartier weer weg. Waar heb je je poep gelaten? Luister. Ja, ik heb hier een plastic zak, nog een plastic zak in de prullenbak. Nee, er ligt nog steeds kak in de prullenbak. Nee, ligt er nu kak in de prullenbak? Nee, luister. Ik heb alles heel netjes. Ik moest iets! We gaan het oproken vanmiddag. Nee. Hoezo heb je dat niet meegemaakt? Nee. Ik kon niet, ik kon toch niet, want er zat ook geen zak in die prullenbak. Nou, oké. Ik haat mezelf. In New York, wat een kut weer. Nee. Mama Maria is ook mee. Oh mijn god, en ik heb vuilnis boven mijn hoofd. Nou, we zien wel weer wie de goedkope meid is. Ho. Tak. Oké, we gaan voetbal kijken. Ik heb echt een kater van hier tot Tokio. Rachel bestelt thee en hij... You want a tea? Mijn god. Ja, niet iedereen drinkt hier bier. Het is 10 uur ochtend. Ja, what the fuck? Theetje, het is koud. Ja, een groot gelijk. Deze man. Oh my god. 2-0. Ik dacht dat de helft was afgelopen. En wij al als enige hier. Yay! In het hok geduwd als Nederlanders. Deze Amerikanen hier zijn allemaal stil. En wij lopen 4 minuten achter nog even schreeuwen. Yay! Dit slaat nergens op waar we nu aan het eten zijn. Who's gonna smash it? Hit it! Sla! Hit it! Oké, nou ja, dit viel ook. Oh, deze man die snapt niet dat de influencers moeten filmen. Oh shit! Oh, shit! Nice. Wij zijn ergens aan het eten, dit is niet normaal lekker. Ik heb de lekkerste sushi ooit gehad. Ik denk echt dat dit 600 euro is. Toch? Opgedoft hoor. Ja, deze brakke tak heeft weer even wat make-up op haar gezicht geknald. En eigenlijk wil ik deze chaosvlog nu afsluiten. We hebben veel gekke dingen gedaan. Ik heb een piercing erbij. Ik ben nog steeds in fucking New York. Look at this. It's crazy. En ik heb het zo gezellig met deze mensen. Er komt nog een vlog aan. Ik zal het even wat beter oppakken. Weet je, ik ben ook nog een beetje een beginner. Dus jullie hebben een klein billendansje van mij te goed, geloof ik. Normaal doe ik dit pas als ik mijn camera ben vergeten. Maar nu, omdat ik het zo rommelig heb gefilmd, komt die. Oké, dat was hem. Een kleine. Dikke kus en ik hoop dat je het leuk vond. Dit was mijn eerste New York vlog. Holy knijter, er gaan zoveel leuke dingen aankomen. Dikke kus, vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Rijk, ik heb zo bruin gedaan. Oh nee, is het leder? Ja, je hebt één zwarte streep hier.